Welkom in deze sessie dus, hè. We gaan het hebben over bepaalde integraal, het vervolg daarop. We schakelen eerst eventjes terug naar de les van gisteren. Weet dat we gisteren eigenlijk voor de eerste keer effectief oefeningen gaan maken zijn. Dat is een belangrijke oefening, vind ik. De meetkundige interpretatie van het begrip integraal. Goed weten wat dat betekent. Herinner u, bepaalde integraal is niet gewoon oppervlakte, maar georiënteerde oppervlakte. Dat is de juiste manier om het te zeggen. Dus hè, dat betekent bijvoorbeeld dat die oppervlakte 1, hè, die ligt onder de x-as, dus die gaat negatief moeten meetellen bij uw integraal. Terwijl dat die oppervlakte 2 boven de x-as ligt, dus die ga je positief meetellen. Ja, dus dat zijn zaken die uiteraard belangrijk zijn. Wat ook belangrijk is bijvoorbeeld in die notaties, hè, dat is het feit van het moment dat je de veranderlijke noteert, dat je dan ook de dx noteert. Dat is een traditie waaraan dat je moet houden. Dus het is niet dat je kunt zeggen van, ik ga dat niet doen. Nee, het is een verplichting, effectief. Hè. Dus je moet het wel degelijk gaan doen. Als je die veranderlijke niet noteert, hè, gewoon de functie naam, hè, f of g, ja goed, dan is die dx in principe ook niet zo relevant. Hè. Ik ga dat ook niet doen. Als ik die veranderlijke niet noteer, ga ik ook gewoon de dx niet noteren. En dat kan dan wel. Ja. Tweede blad dat we daar gisteren over gemaakt hebben, dat ging over de optaalbaarheid, weet je nog? Twee eigenschappen eigenlijk, de optaalbaarheid van de integraal, enerzijds. Anderzijds ook het feit dat de integratiegrenzen, dat die mogen gewisseld worden. Voorwaarde uiteraard dat we het teken gaan veranderen. Ja, dat was een niet zo moeilijke oefening, denk ik, als we daarop terugkijken. Wat hebben we dan nog gemaakt? Oefening 10 is opnieuw een oefening op optaalbaarheid. Ik vermoed dat er in de huistaak ook opnieuw zoiets zit. Dus degene die dan een keer wil oefenen. Ja, doe dat. Eigenlijk is dat een kwestie van uw grenzen een beetje samen te puzzelen, zou je kunnen zeggen. Dus dat is niet zo spectaculair moeilijk, vond ik. En die oefening 34 is heel belangrijk uiteraard, want daar is een toepassing van het integraalbegrip in een dagdagelijkse context. Hè, waarbij we, denk aan het waterbekken, het is een beetje dezelfde situatie hier. Hè. Het is het debiet van een vloeistof en een tank. En waarbij we dus op verschillende tijdstippen willen berekenen hoeveel vloeistof, de totale hoeveelheid vloeistof in die tank, hoeveel die bedraagt. Hou rekening met het feit dat er hier, ik heb het aangeduid, die 15 liter in die tank. Ja, als je dat niet ziet, als je dat vergeet, dan hebben we eigenlijk alles mis. Hè. Vergeet dat niet. Hè. Dan hebben de 5 antwoorden gewoon verkeerd. Hè. Dus je moet wel opletten, is er een begin gegeven, ja of nee. Ja, dus hou daar rekening mee. We zijn gisteren, of we hebben gisteren de les afgerond met deze dia. Hè, die ging over, dat was een vraag van de toelatingsexamen aard standaard, waarbij dus de gearceerde oppervlakte werd gevraagd en waarbij je dus ook een beetje moet puzzelen eigenlijk. Hè. Dus een beetje moet kijken, de symmetrie gebruiken. Daar heb ik misschien gisteren onvoldoende benadrukt, maar de integraal tussen 0 en 1, ja, tussen 0 en 1 heb je eigenlijk dit gebied dat wordt ingekleurd. Zie je? Dus dit gebied, dat is de integraal tussen 0 en 1 van de functie. Die is blijkbaar pi over 4. Ja, maar we hebben eigenlijk maar het gearceerde deeltje nodig. Dus dat wil zeggen dat we dat driehoekje er kunnen uithalen. Dat driehoekje heeft natuurlijk een afmeting van 1 vierde. Hè, 1 maal 1 tweede gedeeld door 2. Dus eigenlijk het rechterstuk dat gearceerd is, daarvan is de oppervlakte pi over 4 min 1 vierde. Ja? En we hebben dat 2 keer. Dus zo komen we aan pi over 2 min 1 tweede. Dus opletten dat je antwoord A niet aanduidt. Ja? Antwoord A is eigenlijk maar de helft van de oppervlakte. Hè? Dus dan moeten we proberen te zien dat het eigenlijk 2 keer voorkomt. Dat verhaal van die symmetrie, we gaan dat in de oefeningen die komen volgende week heel vaak kunnen gebruiken. Dus probeer daar een beetje op te trainen. Ja, als je symmetrie ziet, gebruik die, hè, in de grafiek. Oké. Dan gaan we naar het vervolg en dat is de hoofdstelling van de integraalrekening. Daarvoor gaan we de diavoorstelling starten. Hè. Dus vanaf de huidige dia. Dat zou ideaal zijn. Voilà. Hoofdstelling van de integraalrekening. Het woord zegt het een beetje zelf. De hoofdstelling. Ja, dat wil zeggen, dat is een heel belangrijke stelling blijkbaar. Ja, dat is een heel belangrijk verband. Dat gaan we proberen te leggen in dit puntje. Ja, we gaan eigenlijk ook alleen maar in deze lessen is het uiteindelijke doel dat we de hoofdstelling kunnen gaan bewijzen. Daar komt het op neer. Een heel belangrijke eigenschap. Nu, wat is het doel? Je zou het moeten doorhebben. Integralen efficiënt berekenen, daar slagen we op dit moment niet in. Als je daar een keer over nadenkt, we hebben 2 technieken. Ja? De eerste techniek is ondersom, bovensom. Dat is verschrikkelijk. We hebben dat 1 keer gedaan, en ik heb je al gezegd, ik ga dat nooit meer doen. Ja, we hebben dat 1 keer gedaan, dat heeft een les geduurd om dat uiteindelijk dat resultaat van die 64 gedeeld door 3 te bereiken. Weet je nog? We gaan dat niet meer doen op die manier. Dat is totaal niet efficiënt. Je hebt zelfs eigenlijk extra
ICT-materiaal nodig, een computer of een rekentoestel, om een beetje snel vooruitgang te kunnen maken. Omdat je op een bepaald moment de formule moet vinden voor die som, weet je nog, we hadden daar onze computer ingezet. Tweede techniek, als je geluk hebt, dat hebben we gisteren gedaan, ja, dan is uw integraal misschien, gaat dat over oppervlaktes die mooi rechtlijnig zijn. Dus gaat dat over vierkanten, rechthoeken, driehoeken, trapezia, ruiten, noem maar op. Gaat dat over eenvoudige oppervlaktes? Als je geluk hebt, is dat zo. Ja, en dan moet je natuurlijk geen ondersommen en bovensommen toepassen. Nee, als dat mooie rechtlijnige oppervlakten zijn, dan pas je de formules toe van vroeger, die je kent voor oppervlakteberekening. Maar that's it. Tot nu toe hebben we geen andere techniek gezien. Daar zijn we mee akkoord. We wensen in deze lessen op zoek te gaan naar een efficiënte techniek. En die bestaat. Een techniek die zeer snel gaat. Oké, soms kan hij ook moeilijk zijn, maar meestal gaat hij zeer snel, zeker in het begin. En die ook het juiste resultaat teruggeeft. Dat is de bedoeling. Nu, je kunt dat niet in één keer. Dat vaart wat tijd om dat in te leiden. Dus vandaar, laten we eerst kijken naar een andere stelling. En dat is de middelwaardestelling van de integraalrekening. Nu, wat zegt die stelling? Nou, laat ik kijken. Wat hebben we nodig? Een continue functie. Ja, het woord continu is hier extra benadrukt. Dus blijkbaar wel belangrijk. Ja. Ik heb dan een keer getekend. Voilà, dat is mijn continue functie. Je kent de ingrediënten voor integralen. Je hebt een ondergrens A, een bovengrens B. En dan weten we, die oranje oppervlakte, dat kennen we heel goed ondertussen, dat is de integraal tussen A en B van de functie F. Ik heb het gemakkelijk gemaakt. En ik heb een positieve functie genomen. Dus ik kan gewoon zeggen dat in dit geval de bepaalde integraal die oranje oppervlakte is. Ja, ik heb de functie niet onder de x-as laten gaan om de dingen niet moeilijker te maken dan ze zijn. Nu, wat zegt die middelwaardestelling? Wel, we weten van vroeger dat we deze oppervlakte kunnen benaderen met een ondersom en met een bovensom, die in dit geval ja, eigenlijk een serieuze foutenmarge heeft. Hè. Als je een ondersommetje neemt voor dit verhaal, dan ga je bijvoorbeeld slechts tot de minimale functiewaarde gaan. Als je bijvoorbeeld maar één deelinterval hebt, dus dan heb je deze rechthoek. Dat is natuurlijk veel te weinig. Ja, als je de bovensom zou nemen voor één deelinterval, dan heb je deze rechthoek. Ja, de grote rechthoek, dat is natuurlijk veel te veel. Ja. Maar, wat zegt de middelwaardestelling? De oranje oppervlakte, dat is mijn integraal, die oranje, die je ziet staan. Ik heb die links ook omkringd. Wel, die stelling die zegt eigenlijk dat je die oppervlakte, die oranje oppervlakte, dat je die ook exact gelijk kunt krijgen aan de oppervlakte van een rechthoek. Die daar eigenlijk zo'n beetje tussen hangt. Kijk goed naar de tekeningen. De oranje oppervlakte, die heb ik links in het oranje omkringd. Dat is de integraal. De gestreepte oppervlakte, die heb ik links, met een zwarte cirkel, zwarte ovaal, moet ik eigenlijk zeggen, omkringd. Ja? Merk op dat dat gewoon een rechthoek is. Hè? Dat is gewoon een rechthoek. En de oppervlakte van die rechthoek, kijk goed, dat is de basis, maar de basis is gewoon b min a, ja? Maal de hoogte. Maar de hoogte, dat is gewoon de functiewaarde in c. Klopt, hè? Nu moet ik hier goed kijken. Ik beweer dat die twee oppervlaktes exact gelijk zijn op mijn tekening. Wie zou dat kunnen verklaren? Waarom is dat zo? Omdat C het midden is van AB. Ja, in dit geval zit er een mooie symmetrie in. Ja, die C is het midden van AB. Dat is in dit geval correct. We gaan daar straks op terugkomen. Of dat die C altijd het midden moet zijn, daar gaan we straks op terugkomen. Maar die C is mooi het midden van AB. En ik kan een beetje puzzelen met die oppervlaktes. Kijk goed. Ik kan dat oranje stukje, dat ontbreekt eigenlijk in die rechthoek, dan kan ik eigenlijk naar links overhellen en kan dat daar stoppen. En op die manier ja, zijn die oppervlaktes exact aan elkaar gelijk. Snappen we dit? Ja, dat is een heel belangrijke eigenschap. Dus die eigenschap die zegt eigenlijk dat er een C bestaat, tussen A en B gelegen. In dit geval ligt ze in het midden. Je kunt u de vraag stellen, ligt ze altijd in het midden? Daar gaan we het later over hebben. Maar in elk geval die C bestaat, zodat de oppervlakte onder de kromme gelijk is aan de oppervlakte van een rechthoek. B min A mal F van C. Oké, dat is wat die middelwaardestelling mij zegt. Bewijs van die stelling gaan we niet doen. Dat is niet nodig, vind ik. En eigenlijk is dat bewijs, als je erop terugkeert, is dat eigenlijk niet zo moeilijk. Want dat is eigenlijk een toepassing van iets dat jullie kennen van vorig jaar, de tussenwaardestelling. Nu, de tussenwaardestelling, die naam zegt u misschien niet zoveel. Maar het volgende verhaal ken je zeker nog. Daar heb ik u zeker gebracht. Stel je voor dat het een koude dag is in december, die komen eraan. En dat je 's morgens opstaat en om 7 uur 's morgens is het min 3 graden, zeg maar iets. En ja, we zijn ondertussen 2 uur verder en om 9 uur 's morgens is het 3 graden.
Wat is er dan, waar zijn we dan zeker van? Wie zou kunnen de tussenwaardestelling voor mij in die context even herhalen? Waar zijn we dan zeker van als het om 7 uur 's morgens min 3 graden was en om 9 uur 's morgens 3 graden? Dan moet er... Om 8 uur was 0 graden. Well, om 8 uur? Pas ja. op, hè. Dat, ja, jij zegt om 8 uur, dat hoeft totaal niet om 8 uur te zijn, hè. Trouwens, dat toont al aan. Dat toont al aan. Die C die hoeft niet in het midden te liggen, hè. Ja, zeggen dat dat om 8 uur is, dat zou wel heel symmetrisch zijn. Dat lijkt mij zelfs weinig waarschijnlijk, in het geval van de temperatuur. Maar zijn we erover eens dat er moet een tijdstip zijn waarop de temperatuur exact 0 graden was? Dat kan niet anders. Ja, dat moet zo zijn. Was dat nu om 8 uur, of was dat nu om 7:50, of was dat om 7:45? Dat weten we niet, maar er moet zeker en vast een tijdstip zijn. Waarschijnlijk was het rond 8 uur. Ja, die kans is wel reëel. Ja, dat het ergens rond 8 uur was. Hier was het exact in het midden, maar herinner u, je ziet al aan mijn voorbeeld, dat moet niet altijd exact in het midden zijn. Maar eigenlijk is dat dit is een toepassing van die tussenwaardestellingen, dat is hetzelfde verhaal. Hè? Ja, de oppervlakte, kijk, de oppervlakte die ik hier maak, als ik de ondersom neem, die is te klein, in vergelijking met de oranje. De oppervlakte, als ik de bovensom neem, deze grote rechthoek, voor 1 deelinterval, die is natuurlijk veel te groot. Maar ben je akkoord als je naar boven gaat... Als je van die kleine rechthoek opschuift naar die grote rechthoek, ja, dan moet er toch ergens een moment zijn dat die oppervlakte exact gelijk is. Ja, dat het perfect is. Dat de oppervlakte die onder de kromme zit, exact gelijk is aan de oppervlakte van de gestreepte rechthoek. Dus eigenlijk is dat ook de tussenwaardestelling. Snap je dit? Ik denk niet dat dat zo moeilijk is, hè, om dat te snappen. Hè. Als je denkt aan mijn verhaal van de vrieskou, dan snap je dat meteen, vind ik. Dan zeg je van, ja, dat klopt. Ja, er is een tijdstip waarop de temperatuur 0 graden is. Oké. Okay. Een paar dingen hieromtrent. Ja, misschien vraag je je af, waarom noemen we dat een middelwaardestelling? Wel, het is zo, als je dit formuletje een keer omrekent, deze heb je een formule staan, hè? Integraal tussen AB van F is B met name al F van C, je kunt daar F van C uithalen. Hè? Nou, als je dat even omrekent naar F van C, dus B met A, dus alles delen door B met A, dus dan heb je 1 over B met A, maar de integraal tussen AB van F, wel, die waarde, dat noemen we de gemiddelde waarde van de functie F op AB. Nu, de gemiddelde waarde. Waaraan denken jullie als ik spreek over het woord gemiddelde? Aan welke formule denken jullie dan? Als ik spreek over het woord gemiddelde, dan denk je toch niet aan deze formule? Dan denk je toch niet aan een integraal? Waaraan denk je dan? Aantal. Ja, correct. Hè? Dries en Victor waren er, allebei. Gemiddelde waarde, we weten dat, het is in principe alles optellen en deel door het aantal. Hè? Daar zijn we het over eens. Nu, ik ga opnieuw naar mijn voorbeeld van de vrieskou. Stel dat we de gemiddelde temperatuur willen berekenen tussen 7 en 9 graden. Sorry, tussen 7 uur en 9 uur 's morgens. Dan zouden we, volgens jullie redenering, dan zouden we moeten alle temperaturen gaan optellen en delen door het aantal. Zijn we akkoord? Is er iemand die mij zou kunnen zeggen waarom dat niet werkt in het geval van temperatuur. Dat werkt niet. Waarom kun je dat niet doen? Is dat niet omdat dat niet ja, een soort van symmetrisch naar boven gaat, dat dat zo afhankelijk is? Allee. Nee, het is niet daarmee te maken, vind ik. Is het is gewoon puur iets technisch. Je kunt het gewoon niet uitvoeren. Ik herhaal mijn redenering. We hebben 7 uur, we hebben 9 uur. Op 7 uur is het zo warm, om 9 uur is het zo warm. Daartussen heb ik, oké, Florian is er, daartussen heb ik, beweert Florian, oneindig veel temperaturen toch? Ah ja. Ja, elke minuut is er een temperatuur, ik ben akkoord, maar elke halve minuut ook, hè. En het is niet omdat die temperatuur die gaat veranderd zijn. Of die gaat misschien hetzelfde gebleven zijn, dat kan, maar die kan ook lichtjes gewijzigd zijn. Het is zelfs zo dat elke seconde en elke milliseconde, dat er daar ook een temperatuur is. Dus je zit met een probleem als je zegt, ik ga al die temperaturen optalen en deel door het aantal. Dat gaat gewoon niet. Met andere woorden, dat voelt mij komen. Dit is eigenlijk, wat we hier zien, is de continue versie van het gemiddelde dat jullie kennen van vroeger. Als ik het gemiddelde moet berekenen van jullie resultaten straks, op het examen, dan is dat heel simpel. Ik tel die resultaten op en ik deel die door het aantal. Dat lukt perfect. Waarom? Ja, omdat er een eindig aantal resultaten zijn. Daar is geen discussie over. Ik ga van... De persoon Dries, bijvoorbeeld, naar de persoon Lander. Zit daar niemand me tussen, in principe.
Ja, het is niet dat daar ergens nog een halve persoon tussen zit. Nee, je springt per persoon per persoon. Bij temperatuur is dat totaal niet meer het geval. Uw temperatuur die loopt continu door. Vandaar ook de naam, of tenminste, de voorwaarde van de continuïteit in mijn verhaal. En als die temperatuur continu doorloopt, ja, dan kun je niet meer zeggen van we gaan optellen aan deelnemend aantal. Belangrijk dat je weet waarom dat we dit de gemiddelde waarde noemen. Dus eigenlijk, dit is de formule voor gemiddelde voor continue functies. De formule voor gemiddelde voor wat men noemt discrete functies, bijvoorbeeld, dat waren mijn resultaten van de toets, die kennen jullie al heel lang van in het vijfde of het zesde leerjaar eigenlijk. Hè. Nu, ik beweer dat er meer is. Er is zelfs een verband tussen die twee. Ik ga je dat laten zien. Die twee die zijn gelinkt aan elkaar. Kijk goed. Dit zou je nog moeten weten van gisteren. Moeilijke definitie. Ik geef dat toe. Links staat de integraal. Ja? Ik heb de x toegevoegd, dus ik moet de dx toevoegen. Rechts staat wat we noemen de limiet van de Riemannsom. Weet je nog, die Riemannsom, dat was zo'n tussensom. Ja? Dus dat was eigenlijk die f van xi delta x. Als je kijkt naar dat deeltje, f van xi delta x, dat is de oppervlakte van één klein rechthoekje. Je neemt de som, dus je taalt al die kleine rechthoekjes bij elkaar op. En je neemt de limiet voor n naar oneindig, voor oneindig veel rechthoeken. En dan heb je die integraal staan. Wel, dit weten we. Moet nu een keer goed kijken. Ik ga daar een klein beetje mee prutsen. Die delta x. Die delta x, wat was dat nu weer? Dat was eigenlijk de breedte van één klein rechthoekje. In een deelinterval. De breedte van één klein rechthoekje. Delta x. Nu, als uw interval van a naar b gaat, dan is dat dus eigenlijk b min a gedeeld door n. Ja, dus eigenlijk heb je dit. Zie je? Die delta x, die is gewoon gelijk aan b min a gedeeld door n. Dat klopt, hè. We hebben het voorbeeld gezien in het begin. Bijvoorbeeld als mijn intervallengte... Ik denk dat mijn intervallengte 2 had. Als ik me niet vergis. Of 4, ik weet het niet meer van buiten. Het was 4, sorry. Lengte 4 had. Ja, dan is die b min a gelijk aan 4. En als je verdeelt in 4 deelintervallen, dan is dus elk deelinterval lengte 1. Dus dan is je delta x gelijk aan 1. 4 gedeeld door 4 is 1, dat klopt. Als je bijvoorbeeld verdeelt in 8 gelijke deelintervallen, dan heb je 4 gedeeld door 8. Dus dan is elk deelinterval lengte 1 tweede, delta x is 1 tweede. Dus dat klopt. Delta x is b min a over n. Oké, wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon die b min a naar de andere kant brengen. Dus alles delen door b min a. Zo heb ik het juist gezegd. Ik ga alles delen door b min a. Dan krijg ik links 1 over b min a, de integraal tussen a en b van de functie f. Dus met andere woorden, mijn gemiddelde waarde. Akkoord. En kijk eens wat ik rechts krijg. Die b min a is weg, hè. En ik kan dat zo schrijven. De limiet voor n naar oneindig van de som van de functiewaarden gedeeld door n. Dus met andere woorden, rechts, wat zien we daar staan? Ik heb het omkringd. Alles optellen, deel door het aantal. Dat is het gemiddelde dat je kent van vroeger. Hè? Dat is het formuleke voor het gemiddelde van het vijfde en het zesde leerjaar dat daar staat. En eigenlijk staat er hier, als je dat is het discreet gemiddelde, zo noemt men dat. Als je dat voor een continue functie moet toepassen, dan moet je hetzelfde doen. Dan moet je eigenlijk hetzelfde doen. Maar natuurlijk voor oneindig veel functiewaarden. Dat is wat er staat. Je moet eigenlijk oneindig veel functiewaarden bij elkaar gaan optellen. Je kan dat natuurlijk niet zomaar gaan doen. Vandaar dat het integraalbegrip ons zal helpen. Snap je dat verband? Ja. Heel belangrijk dat je dat beseft. Die gemiddelde waarde, ja, dat is eigenlijk iets dat je al kent van vroeger, maar voor een continue versie. Daar komt het op neer. Oké. Okay. Heel belangrijke vraag. We hebben het daar al over gehad. Hè. Ik had de vraag gesteld, waar ligt C? Ja, en er was iemand die antwoordde, C ligt in het midden, vandaar die compensatie, vandaar dat dat mooi effectief verdeeld. Nu, we hebben dan een voorbeeld aangehaald van de vrieskou en we hebben gezien, ja, als het om 7:03 is en om 9:03 graden, dan hoeft dat toch niet om 8:00 graden te zijn. Dus je voelt mij al komen, is C altijd midden van AB? Nee, hè, zeker niet. Soms wel, hè. Bijvoorbeeld dit. Dit is een heel eenvoudig grafiekje dat ik gemaakt heb. Redeneer even met mij mee. We zijn bijvoorbeeld aan het rijden met de auto. Ja, stel je voor. Het is een beetje een kunstmatig voorbeeld, maar goed. En op tijdstip 1 rij ik 30 km per uur. Oké. Okay. En op tijdstip 3, ja, dus dat is bijvoorbeeld, ja, tijdstip 3, dat kan bijvoorbeeld 2 uur later zijn, hè, ik zeg maar iets, rij ik 90 km per uur. Oké. Okay. En de manier waarop mijn snelheid is gestegen, is zo. Dus mijn snelheid is gewoon recht omhoog, alleen recht omhoog, is via een lineaire functie, een eerste graadsfunctie, van 30 naar 90 gaan. Oké? Okay? Dus met andere woorden, ik herhaal, op tijdstip 1 30 per uur, tijdstip 3 90 per uur. Mijn vraag is heel simpel, wat is mijn gemiddelde snelheid in die autorit, volgens jullie? Ik rijd 30 per uur voor t gelijk aan 1, ik rijd 90 per uur, voor t gelijk aan 3.
60. 60 per uur. Iedereen zegt dat is 60 per uur. Dat klopt. Dat klopt. In dit geval is dat juist. Ja? Wat heb je eigenlijk gedaan? Goh, misschien heb je dat in je gedachten gedaan, hè, maar je hebt eigenlijk gewoon 30 plus 90 gedeeld door 2 gedaan. Hè. Je hebt het gemiddelde genomen van die 2. Dat is toch logisch? Ik hoor je allemaal denken, dat is toch logisch? En, ik heb goed nieuws, het is correct. Het is correct. U ziet dat grafisch trouwens. Grafisch klopt dat ook. Hè? Kan er dat iemand uitleggen? Waarom klopt dat grafisch ook? Denk aan de vorige tekening. Kijk naar mijn figuurtje dat ik gemaakt heb. Dat het midden is. We zitten weer in het midden. Ja, soms, hè, het staat hier. Hè. We zitten weer in het midden. En kijk goed, dit driehoekje, in het oranje, hier, dat is exact even groot als dat gestreept. Hè. Zie je wat akkoord? Dat past daar perfect in. Dus met andere woorden, met middelwaardestelling van daarstraks, de oranje oppervlakte is eigenlijk de integraal hè, tussen 1 en 3 van die functie. Dat is inderdaad gelijk aan de oppervlakte van die gestreepte rechthoek. Hè. Klopt perfect. Hè. Oké, is gelukt. Dat is niet altijd zo. Kijk goed. Zelfde verhaal. Dus met andere woorden, ik krijg op tijdstip 1 30 per uur. Ik krijg op tijdstip 3 90 per uur. Maar je moet nu een keer kijken hoe dat die functie is gestegen. Van 30 naar 90. Het lijkt, of het is zo, hè, dat ik het grootste deel van dat tijdsinterval, dat ik eigenlijk vrij traag reed. Ik heb zo'n beetje in de file gestaan, laat ons zeggen. Hè. Die 30 per uur, dat was blokrijden. Hè. En ik heb dat wel een tijdje gedaan, dat blokrijden. Want die snelheid is niet mooi blijven stijgen. Nee, die is heel traag beginnen stijgen. En op het einde is die een serieuze sprong gemaakt. Ja, dan heb ik mij wel de laatste seconden of minuten of uren heb ik wel serieus kunnen bijsteken met mijn auto. En heb ik die snelheid van 90 kunnen halen op tijdstip 3. Is mijn gemiddelde snelheid hier nog altijd 60? Is ze meer of is ze minder? Minder. Uiteraard. Die snelheid is minder. Dat is om te beginnen heel logisch, als je daarover nadenkt. Als je tussen tijdstip 1 en tussen tijdstip 3 van 30 naar 90 versnelt, ja, die snelheid neemt toe, maar je hebt het grootste deel van de tijd ja, niet veel meer dan 30 gereden, dan is het toch evident dat je gemiddelde snelheid ook geen 60 gaat zijn. Dat is denk ik vrij evident. Dat is niet zoals de linkersituatie. Kijk een keer goed naar de oppervlaktes. Wie kan mij uitleggen op de tekening waarom dat ook klopt met de oppervlaktes? Ik denk dat dat gewoon dezelfde oppervlakte is, maar in een andere vorm. Ja, correct. Het is zo, en let nu goed op, hè. UC ligt niet meer in het midden, mensen. Zijn we akkoord? Dat ligt duidelijk niet meer in het midden. Ze ligt een pak meer naar rechts. En ik moet dat doen. Want ik moet ervoor zorgen dat de oppervlakte die hier ligt, dat stukje, dat gelijk is aan de oppervlakte die hier gestreept is. Als ik die C in het midden leg, dan is dat totaal niet gelijk. Totaal niet. Dan is die symmetrie niet voldaan. Maar als ik die C... Ik heb dat hier een beetje moeten hokken, hè, want er staat geen enkel functievoorschrift bij. Maar als ik die C zodanig opschuif, tot op een bepaalde positie, dan zie ik dat dat effectief nu gelukt is. En dat die twee oppervlaktes, die oranje hier, die niet gestreept is, en die gestreepte witte, die zijn exact even groot. En ik zie dan ook meteen mijn gemiddelde liggen, hier, f van c, en wat stel ik vast? Dat is minder dan 60, hè? Ken ik er hier? Dat was 60, hè? F van 2? Dat was 60. F van c is lager. Dus dat is perfect logisch. Dus ligt c altijd in het midden, gast? Nee, hè? Oppassen, hè? Maar natuurlijk vaak, hè? Vaak rond de midden, hè? Maar zeker niet in het midden altijd. Oké, dat wou ik u toch even duidelijk maken. We gaan een oefening maken. Het is aan jullie. Wat moeten we doen? Ik wil weten hoeveel waarden van c er zijn, zodanig dat dit geldt. Dus de integraal tussen a en b van de functie f, f van c maal b min a is. Dus dat is die middelwaardestelling. Hè? Er komt nog een tekening uiteraard. We gaan dat doen voor dit voorbeeld. En straks gaan we dat doen voor nog een ander voorbeeld. Dus we gaan de oefening eigenlijk 2 keer maken. Het is aan jullie. Probeer daar een keer over na te denken. Er valt iets op als je die functie bekijkt trouwens. Hè? Ja? Wat kan je zeggen over die functie? Die daar staat, die grafiek. Het is een grafiek dat al vaker gepasseerd is, vind ik. Maar waar staat de C, als ik u vragen mag? Ah ja, die ga je zelf moeten zetten. Hè, ja. Hoeveel waarden van C zijn er? Ja, ik weet het niet, ja. Dus gaat ze zelf moeten zetten. Hè. Dat is hem net. Hè. Eerst en vooral die functie, wat valt daar dan op? Perforatie. Ja, ik hoor daar de perforatie. Dat heeft ermee te maken. Er was nog iets? Het is niet continu. Ja, zeer goed. De functie is niet continu, hè. Dat is wel opmerkelijk, hè? Want mijn tussenwaardestelling
sorry, mijn middelwaardestelling, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja, daar heb ik als voorwaarde was van, het moet continu zijn. Hè? En hier vraag ik u nu, ja, nu is de functie niet continu. Oké. Wat is het gevolg daarvan? Dat wil ik eigenlijk weten. Dus eigenlijk, wat moet je doen om dat te beantwoorden? Eerst en vooral, linkerled. Integraal tussen a en b van f. Dat is de oppervlakte die onder die rechthoek, of onder die, sorry, onder die, ja, rechthoek, onder die trapfunctie zit, laat ons zeggen. Hè. Ja, we kunnen het in feite niet berekenen in dit geval, maar stel je een keer voor dat alles afmeting 1 heeft. Hoe groot is die integraal dan? Wie zou dat kunnen zeggen? 3? Ja, dat is juist. Hè. Stel je voor dat alles afmeting 1 heeft, dus zowel op de x als op de y-as, dan is die integraal gelijk aan 3. Dat is duidelijk, hè, want er zitten 3 vierkanten onder die functie. Dat is duidelijk. Nu, de vraag is, ik wil op zoek gaan naar zo'n c. Dus ik wil op zoek gaan naar zo'n c, zodat f van c maal b min a gelijk is aan 3. Juist, hè? Nu, hoeveel is b min a op mijn figuur? Opnieuw in de veronderstelling dat alles afmeting 1 heeft. 2. 2. Dat is juist. Hoeveel moet f van c dan zijn? Om dat correct te maken. 3 of zo? Een halfke. Een halfke niet, hè? Het linkerled was 3, herinner u. Dus? Anderhalf. Anderhalf, prima. Oké. Oké. F van C moet anderhalf zijn. Alles heeft afmeting 1. Hoeveel waarden van C zijn er? 1. En waar ligt die dan? In het midden. In het midden? Nee. Ah, ja, is, nee. Als u C in het midden legt, hoeveel is F van C dan, als alles afmeting 1 heeft? Twee. Schoontje, ik was aan het kijken of er iets in de chat kwam. Nee. Allee, haast. Als u C in het midden legt, wat is F van C? 1. 1, uiteraard. Je moet kijken waar dat bolletje gekleurd is. Hè. Dus niet 1,5, hè. F van C moet 1,5 zijn. Dus ik herhaal mijn vraag. Waar ligt C? Wanneer is F van C gelijk aan 1,5? Nooit. Zeer goed. Nooit. Kijk, ik heb de tekening gemaakt, hè? Links, zie je dat? Wat moeten we hebben? De oranje oppervlakte is de integraal. Zijn we kort? Oranje oppervlakte is de integraal. Dat is duidelijk. Wat willen we? We willen dat die integraal gelijk is aan de rechthoek. Net zoals in de bovenstaande tekening. Ik wil juist hetzelfde bekomen. Die rechthoek die heeft breedte, b min a, dat zie je. Daar kunnen niets aan wij zijn, hè? Die breedte is b min a. Dus uw hoogte moet kloppen. De enige manier om die hoogte te doen kloppen, is die lijn daar trekken. Zijn we kort? Dat is de enige manier om die hoogte te doen kloppen. Zodanig dat de oppervlakte van dit oranje stukje, hier, gelijk is aan de oppervlakte van dat gestreept wit stuk. Uiteraard. Dus je zou denken, oké, dan moet die C, ja, functiewaarde hebben die zo hoog is. 1,5, weet je nog? Maar dat kan niet, hè. Dat kan niet, hè. Ah ja, nee, want die functiewaarde is ofwel 1 ofwel 2, als alle afmetingen 1 zijn. Dus het antwoord op deze vraag is gewoon 0. Er zijn er geen. Dus laat u niet vangen. Dus de tussenwaardestelling gaat niet op. Ja, waarom gaat ze niet op? De tussenwaardestelling klopt niet. Want de tussenwaardestelling zegt, er bestaat een C. Hè? Oeh, ze bestaat niet. Waarom bestaat ze niet? Dat hebben we al gezegd. Niet continu is? Ja, functie is niet continu. Zijn we akkoord? F is niet continu. Dus laat u niet vangen. Hè? Goed kijken, hè? Die continuïteitsvoorwaarde is belangrijk. Ja? Die is belangrijk. Als je die wegneemt, ja, dan hoeft uw tussenwaardestelling niet meer op te gaan. Het is alsof dat je zou zeggen met je vriesco, om 7 uur 's morgens is min 3, om 9 uur 's morgens is 3 graden, maar er worden sprongen gemaakt. Er worden sprongen gemaakt. Mijn temperatuur die kan, maar dat kan natuurlijk niet, hè, maar die zou bijvoorbeeld kunnen stijgen van min 3 naar min 2, zonder dat er daar iets tussen gebeurd is. Ja, dat kan natuurlijk niet, hè, in de realiteit. Als dat wel zou kunnen, dan gaat die tussenwaardestelling uiteraard niet meer opgaan. En die middelwaardestelling dus ook niet. Maar meneer? Ja? Die gestreepte rechthoek, dat klopt niet toch, vergeleken met de oppervlakte? Ja, dat klopt. Maar C bestaat niet, hè. Maar gewoon omdat het niet continu is.
Waar moet je C leggen? Kijk er goed. Kijk, als je die gestreepte rechthoek hebt, dan moet je dat snijpunt nemen en je moet naar beneden gaan. Zijn we akkoord? Om je C te vinden. Hè? Dus je streept de rechthoek, je pakt dat snijpunt en gaat naar beneden. Dus ik doe dat hier. Ik pak dat snijpunt en ik ga naar beneden. Dan zou mijn C hier liggen. Maar het beeld van C is daar gelegen, dat bolletje, dat toe is. Dus het beeld van C ligt niet daar, ligt niet op de vereiste hoogte. Het beeld van C is maar 1. En het beeld van C zou moeten 1,5 zijn. Maar dat is niet zo. Net omwille van het feit dat je functie niet continu is. Snap je? Dus er bestaat niet. Oké, oefen het zelf. Maak de volgende oefening. Ze staat daar. Als dat niet wel een rechtstreep naar beneden zou zijn. Dus ja, dan is het geen functie. Hè? Ja, dat is ook goed. Oppassen, hè? Dan is het geen functie. Oké, rechteroefening. Doe maar. Zelfde vraag, hè? Juist hetzelfde. Pas op, nu is ze wel continu. Hè? Dat is duidelijk, hè? Nu is ze wel continu. De vraag is identiek. Kom aan, doe dat mensen. Iedereen nu, hè? Je moet daar gewoon de les voor gevolgd hebben. Meer niet. En je gezond verstand gebruiken. Krijgen wij afmeting of niet? Nee, niets. Is niet nodig. Tekening spreekt voor zich. Sorry? Zijn die boogjes gelijk? Dat is niet zo belangrijk, beweer ik. Het ziet er wel mooi symmetrisch uit, hè? Geef toe. Wie probeert? Als ik het goed begrepen heb, dan moet dat lukken. Josse. Ik heb het niet verstaan, sorry. 4. 4? Ja. Ja, dat is juist. Voilà, ik heb het getekend. Zie je? Dus eigenlijk, wat moet je doen? Je moet ervoor zorgen. Dan kan je redeneren, het is weer hetzelfde. In het oranje duid je de oppervlakte onder de kromme aan. Dat is de integraal. We willen dat die integraal exact gelijk is aan de oppervlakte van een rechthoek. Oké? Okay? Die rechthoek die heeft als basis BMNA. Je kunt daar niets aan veranderen. Ja? Die basis kun je nooit veranderen. Nu moet je uw hoogte zodanig gaan kiezen dat die oppervlakte mooi compenseert. Dus dat hetgeen dat te veel is in die gestreepte rechthoek ligt. Ik heb dat hier even geschetst, hè, mensen. Je kan dat niet exact doen hier. Hè? Ik bedoel, je hebt daarvoor te weinig gegevens, maar je kunt dat wel tekenen. Hè? Ik kan dat hier proberen te tekenen. Dus wat moet je voorstellen? Dat die twee kleine oranje stukjes, ja, dat die eigenlijk gaan compenseren, hè, met het witte dat daaronder ligt. Hè? Die twee oranje, als ik die samentaal, ik kan daarmee die witte stukjes gaan opvullen. Ben je dan akkoord dat er 4 waarden van C zijn? 1, 2, 3 en 4. Snap je? Marjorie beweerde 2. 2 is te weinig. Hè? Dat zou niet kunnen. Hè? Ben je akkoord dat er 4 zijn? Waarom zit er bijvoorbeeld niet, ik zeg maar iets minder, of waarom zit er geen 2 bijvoorbeeld? Als er 2 zouden moeten zijn, dan zou je rechthoek moeten optrekken tot helemaal boven. Tot aan je maxima. Maar als je je rechthoek helemaal optrekt tot helemaal boven, ja, dan is je oppervlakte te groot. Hè? Dan is de oppervlakte van je rechthoek groter dan de oppervlakte die onder die boogjes zit. Dus dat klopt niet. Ja? Dan zou je 2 waarden hebben, Marjorie. Ik ga nog een volgende vraag stellen. Stel je voor dat ik mijn rechthoek naar beneden breng tot aan de minima. Hoeveel waarden van C zouden er dat zijn en waarom kan dat niet? 3. Dan zouden er 3 zijn, prima. Als je je rechthoek naar beneden brengt tot aan de minima, dan heb je 3 waarden van C. Maar dat kan niet, hè. Waarom kan dat niet? Omdat je dan gewoon een stuk weglaat. Natuurlijk. Ah, ja, dan is je oppervlakte veel te klein. Dan heb je gewoon je rechthoek genomen tot aan de minima, maar hebt je 2 boogjes die daarboven staan, daar heb je niets mee gedaan. Die zitten er niet in. Dus het moet er ergens tussen liggen. En dus zijn er altijd 4. Ik vind dat mooie vraagjes. Ik vind dat echt mooie vraagjes. Ik vind dat belangrijk. Dat je dat kunt. Dat je daar kunt op redeneren. Dat je dat, dat je weet. Ja, dat je dat inziet. Ja. Maar als je nu een lijn trekt door je 2 maxima en door je minima en neem daar zo tussen een lijn, is dat dan de resultaat? Maar dat weten we niet. Hè? Dat weten we niet. Dat zou, ik heb dat ongeveer gedaan, maar dat is ook niet zo belangrijk voor mijn vraag.
Dus ja. Hij vraagt u denk ik af van waar ligt dat nu precies? Pas op, we gaan dat doen, hè. We gaan straks rekenen. Maar zeggen waar dat nu precies ligt, op deze tekening, dat kunnen we niet doen, want je hebt daarvoor te weinig gegevens. Ja. Dat is niet belangrijk. Hè. Ik wil niet dat je hier rekent, hè. Ik wil dat je nadenkt. Dat is een vraag waar je moet nadenken. En hoe weten wat het betekent, dit verhaal? Twee belangrijke vragen. Ja? Je zult ook zien als je leerstofoverzicht erbij neemt, dat de middelbare stelling daarin staat. En dat ik daarbij geschreven heb, middelbare stelling, je moet weten wat dat is. Je moet dat kunnen gebruiken. En je moet onder andere dat belang van die continuïteitsvoorwaarden, je moet dat kunnen inzien. En dan kunt u, als je dan studeren zit, dan moet u afvragen van, wat bedoelt hij? Dit. Dit bedoel ik. Dat moet u kunnen. Ik vind dat heel mooi. Ja. Oké? Okay. Zijn we mee tot hier? Probeer niet erop te gaan. Ja, dat je het goed mee hebt. Oké. Okay. Dan gaan we een keer rekenen. Ja, dat hebben we nog niet gedaan. Hè. Je kunt ook rekenen met die middelbare stelling. God, dat rekenwerk is niet zo spectaculair, hè? Dat ga ik er u direct bij zeggen. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk, vind ik. Dat is gewoon die formule toepassen. Ja, meer niet. Dus we hebben daar een formule gezien. 1 over b min a. De integraal tussen a en b van de functie f is f van c maal b min a. Het is die formule dat we hier gaan toepassen, bijvoorbeeld. Ja, dus wat is er hier gegeven? Hè? Ik heb deze situatie. Ik heb een integraal gegeven. Hè? Die is 15. Je krijgt dat cadeau. Hè? De vraag is, wat is de waarde van c? Dus nu moet je rekenen. Hè? Nu is de kwestie van dat je gaat rekenen. We gaan een keer eentje samen doen en straks gaan we een keer eentje zelf doen. Hè? Dus hoe doe je dat? Wel, we gaan de middelbare stelling toepassen. Wat zegt die middelbare stelling? Wel, deze integraal, hier staat. Ja. Waaraan is die gelijk? Ja, dat is een oppervlakte onder een kromme, hè, weet je nog? Dat is gelijk aan f van c. Dus dit is uiteraard de functie f van x trouwens. Hè? Ja. De integraal tussen a en b van f van x dx, dus dat is f van x. Dat is gelijk aan f van c, maal 3 min 0. B min a, weet je nog? Dus dat is 3 min 0 hè, met mij, dat is lengte 3. Gewoon. Oké? Okay. Ja, wie kan mij nu zeggen hoe dat ik verder kan in dit verhaal? Dat is niet zo moeilijk, denk ik. Hè? Wat moet je nu doen? Die f van c, waarom staat die daar? Is dat gewoon altijd een... Waarom staat die daar, die f van c? Ik heb gewoon de middelbare stelling toegepast. Dat is juist gezien. De middelbare stelling, hè, als je even terugkijkt naar de vorige slide, ja, dus voor mij is dat even vervelend voor terug te bladeren, maar ik kan het toch maar een keer doen. Kijk, hier, hè, ze staat hier. Hè. Ik ga dit toepassen. Ja, dus 0, 3, functie, f van c, 3 min 0. Akkoord? Kijk goed. 0, 3, functie, f van c, 3 min 0. Klopt. Ik heb gewoon die formule toegepast. Simpel. Hoe moet ik nu verder? Wat denk je? Gelijkstel naar 15. Ja, oké. Okay. Ah ja, want dat linker let is 15. Hè? Ja, dus met andere woorden, dat linker let is 15. Dus dit, heel dit, is 15. 3, dat wist ik al. En f van c, wat is f van c? Dat is gewoon invullen. Hè? F van x is daaraan gelijk, dus is c kwadraat plus 2c min 1. Oké. Okay. Ja, en hoe ga je dat oplossen? Welk soort, wat herkennen we hier? Een VKV. Dat is een vierkantsvergelijking. Dus dat moet je dan oplossen. Ja, dat is nu wel een vraag waarbij je geen rekentoestel zou mogen gebruiken. Dus je gaat die formules moeten gebruiken. Hè. Ik heb dat hier gedaan. Voilà. Dus dat is niet zo moeilijk. Formules gebruiken, je kent ze. En je vindt, pas op, twee oplossingen. Min 1 plus of min wortel 7. En dan ga ik gaan kijken. Oei, en ik zie die twee oplossingen ook staan. Dat is een probleem, hè. Want er is maar één van de twee juist. Wie kan zeggen welke juist is? Plus. Is die met de plus of is die met de min? Nee. Min. Die met de min. Waarom? Omdat het 15 een plus is, positief, en de oppervlakte... Omdat hij dan, denk ik, boven de x-as ligt of zo? Nee. Oh. Is het met de plus of met de min? We hebben nu nog niet gezegd wat inderdaad juist is, hè, trouwens. Er werd gezegd met de min, maar ik heb niet geantwoord of dat juist of fout was. Ik wou eerst een verklaring. Er is een heel eenvoudige verklaring om uit te zoeken wie het is. Florian beweert met de plus, dat is juist. Kan je ook zeggen waarom? Prima. Perfect, Florian. Sterk. Goed opgelet. Is goed. Dat is de enige die tussen 0 en 3 ligt. Ja? Maar kop, heb daar geen rekentoestel voor nodig, hè, mensen. Min 1 min wortel 7 is negatief. Hè? Ja, dus dat moet je zelf zien. Hè? Ja, maar kop, hè, uw C die moet altijd tussen A en B liggen. Hè? Denk aan de vorige slides, hè? Die vorige tekeningen. Die C lag altijd tussen A en B. Hè? Dat moet zo zijn. Hè? Dus je moet natuurlijk de juiste nemen, kiezen. Oké? Okay? Laatste oefening, en dan gaan we pauzeren. Het is een toetsvraag. Kijk, voilà. Ja,
Dus werd al een keer gevraagd. Dus wat krijg je van mij? Dus een beetje dezelfde situatie. Je krijgt van mij een gegeven. Wat is er gegeven? De integraal tussen min 1 en 1 van 1 over 1 plus x kwadraat dx is pi over 2. Dan krijg je cadeau. Die integraal is al gepasseerd, hè, trouwens. En de vorige hoef, weet je nog, ik ben daar mijn les mee begonnen, allee, de les van gisteren mee eindigt. Dat was eigenlijk dezelfde. En er stond toen pi over 4, maar het was tussen 0 en 1. Dan krijg je cadeau. De vraag is, bereken de gemiddelde waarde van die functie op het interval min 1, 1? Ja, dat is gewoon je formule toepassen voor gemiddelde waarde. Ja, wat was die formule? Mocht je ze kwijt zijn, kun je ze nu op je klapblaadje schrijven. F van C, dat was gemiddelde waarde. 1 over B min A, de integraal tussen A en B van F. Ja, dat was de formule voor gemiddelde waarde. We hebben daar straks lang bij stilgestaan. Oké, ik wil dat die gemiddelde waarde berekent. En ik wil opnieuw dat je alle getallen C bepaalt, alle getallen C, waarvan sprake is in de middelwaardestelling. Want we weten intussen dat er meer dan 1 kan zijn. Hè. Denk aan het vorige voorbeeld. Ja, daar straks waren er bijvoorbeeld 4 waarden van C. Ja, hier was er maar 1. Hè. In oefening 12 was er maar 1. En we hebben ook al een oefening gehad dat er zelfs geen enkele waarde van C was, omdat de functie niet continu was. Gemiddelde waarde. Dat is heel eenvoudig als je het goed gesnapt hebt. Hoeveel is de gemiddelde waarde van deze functie? Maar is dat niet gewoon 0? Nee. De formule voor de gemiddelde waarde, mocht je die vergeten zijn, mocht je die niet even opgeschreven hebben, ik geef die nog een keer. Dat is de integraal, sorry, dat is 1 over b min a, maal de integraal tussen a en b van de functie f. Dat is de formule voor de gemiddelde waarde, daar straks gezien. Hè. We hebben die f van c genoemd. Gemiddelde waarde, wie probeert? Als je nu veel aan het rekenen bent, dan zijn ze fout bezig hoor, om de gemiddelde waarde te berekenen. Je moet eigenlijk bijna niets doen om dat te vinden. Voor die C wel. Voor die C moet je even rekenen. Mag ik C al zeggen? Ja, zeg maar. Oh, ja, C. Ja, kun je ja. Ja, mocht C al zijn, ja. C is een vierkant wortel 4 over pi min 1. Ja, denk dat het juist is. Ja. We gaan straks kijken. Denk dat het juist is. Ja. Maar... Dat is de moeilijkste vraag. Hè? Maar de makkelijkste vraag is berekenen de gemiddelde waarde, hoor. Waar is ze? Allee mensen, de gemiddelde waarde. Wat lukt daar niet aan? 1 over b min a maal de integraal tussen a en b van de functie f. Maar met de gemiddelde waarde, met de gemiddelde waarde, wat berekende dan? De gemiddelde waarde, het woord zegt zelf. De gemiddelde waarde van die functie. Ja, je weet toch wat dat gemiddelde is, hè? Heb je berekend het gemiddelde van die functie? Maar herinner u, het is continu, hè? Dus dat is niet meer gewoon optalen aan deel het aantal, hè? Nee, we hebben de formule gezien. 1 over, ik ga ze nog een keer aanhalen, dat is een derde keer. Ja, min pi over 4, kan dat negatief zijn? Het is gewoon pi over 4, hè? Ik zou niet weten wat dat negatief zou kunnen zijn. 1 over 1 precies kwadraat is een positieve functie. Hè? Dus kan je gemiddelde niet negatief zijn. Hè? Dus moet positief zijn. Dus gewoon die formule toepassen. 1 over b min a, dat is toch 1 tweede. Ja, b min a is toch 1 plus 1. Ja. Dus vandaar 1 tweede. Maal de integraal, dus 1 tweede maal pi over 2 is pi over 4. Oefening gedaan. Dat is mijn gemiddelde waarde van die functie. Ja? Meer is dat niet, hè, mensen. Gemiddelde waarde. Ik bedoel, je hebt de integraal cadeau gekregen. Dus moeilijk kan dat niet zijn, hè. Dat tweede, hè, Victor zat denk ik alleszins in de goede richting, maar ik heb een paar goede dingen gehoord daarin. Bereken die waarde van C, dat is gewoon de oefening van daarboven herhalen. Hè. Dus met andere woorden, hè, je hebt die integraal die is pi over 2. Je weet dat dit 2 is nu, dus is f van C gelijk aan pi over 4. Oké? Okay? En f van C, wat is f van C? Dat is 1 over 1 plus c kwadraat, is pi over 4. En dan moet je gewoon die vergelijking oplossen.
Dus eigenlijk is dat gewoon nog een keer de oefening die erboven staat. Hè. Dat is gewoon nog een keer hetzelfde. Je moet dat oplossen naar C. Ja, dat is een eenvoudige oplossing. Was dit Victor dat gezegd had? De wortel uit 4 over pi min 1? Ja, bij een plus en min niet had gezegd. Ja, er zijn er eigenlijk twee. Hè. Oppassen, hè. Hier zit er twee. Hè. Want het is een symmetrisch verhaal. Het is een even functie, zie je dat? De functie is even. Dus waar hij rechts staat, hij links ook. Dus niet vergeten dat er twee zijn in dit geval. Oké. Okay. Integraalfuncties. Hè? Dus die middelwaardestelling, goed onthouden. Middelwaardestelling is eigenlijk de continue versie van wat je kent van vroeger, hè? Optaandeel door het aantal. Maar dat gaat niet meer. Het zijn alleen veel waarden, continuïteit. Dus je moet een integraal nemen. Ja. Oké, okay. Integraalfunctie. Dus herinner u, het doel van deze les was, hoe gaan we integralen efficiënt berekenen? Hè? We zijn daar nog altijd niet. Hè? Die middelwaardestelling... Die legt ons niet uit dat we integralen efficiënt berekenen, hè, voor alle duidelijkheid. Maar we hebben ze wel nodig, beweer ik. Wat is een integraalfunctie? Complexe definitie, ik heb ze hier staan. Als je een functie f hebt die continu is, dan is de integraalfunctie zo genoteerd, grote fa. Ja, en wat is dat eigenlijk? Die integraalfunctie is een integraal. Het woord zegt zelf, integraalfunctie. Ondergrens ligt vast, a. Bovengrens is veranderlijk, x. Ja, dan mag ik hier niet meer schrijven f van x dx, merk op. Dat mag ik eigenlijk niet meer doen. Waarom? Omdat ik daar al een x heb. Dus als je dan helemaal juist wil zijn, dat proberen we toch te zijn in wiskunde, dan moet je daar schrijven f van t en dan moet je natuurlijk schrijven dt. Hè. Ja, dat kun je niet anders. Nu, dat zegt u waarschijnlijk niet zoveel. Hè. Als je die definitie bekijkt, wat is dat voor iets? Dat begrijp ik. Dus wat gaan we daar een keer mee doen? We noemen dat de integraalfunctie met ondergrens a. Ik ga dan een keer tekenen en dat gaat direct duidelijk worden. Wat is de meetkundige betekenis hiervan? Wel, kijk goed. Kijk, deze tekening maakt dat wel duidelijk, vind ik. Wat heb je? Je hebt deze kromme. Dat is bij mij de functie f, die continu is. Ja, mooie, kromme functie. Ik heb een interval, ab, ondergrens, bovengrens. Oké. Okay. Wat je nu eigenlijk gaat doen, is je zet hier een x, maar je maakt die x veranderlijk. Dus dat wil zeggen, je houdt je a vast, dus je ondergrens die verandert nooit... Daar kun je niets aan doen. A is uw ondergrens, die blijft gewoon liggen. Maar uw x is variabel. Dus dat we zeggen, uw x kan klein zijn, die kan groter zijn. Die is minimaal a en die is maximaal b. Nu, ik heb er eigenlijk een veel betere naam voor. Ja, dus dit is die grote fax, dat is die oppervlakte die daar zit. Dus die grote fa, die gordijn, die integraalfunctie, ik heb het al verklapt, sorry. Die integraalfunctie... Ja, dat is eigenlijk die oranje oppervlakte die daar zit. Nu, ik noem dat de gordijnfunctie. Leg uit. Waarom is dat een goede naam, vind ik? Dat helpt voor mij. Als ik dat de gordijnfunctie noem. Een gordijn kun je ook openen en toe doen. Dus kun je ook... Het is alsof dat je een gordijn dichttrekt onder je functie. Ja, dus kijk, ik heb daar twee pijltjes bij gezet. Gewoon om te tonen van... Ja, eigenlijk is die x variabel, dus je moet die x vastnemen en je kunt daarmee bewegen. Snap je? En als je gordijn open is, dan zit je in A. Dan heb je geen oppervlakte. Zijn we akkoord? Dan heb je geen oppervlakte. Dan is de integraal tussen A en A 0. Dat weten we. En wanneer is je gordijn dicht? Als je in B zit. Ja, dat is eigenlijk je integraalfunctie. Ik onthoud dat zo in mijn hoofd. Dat is eigenlijk ja, de gordijnfunctie. En dat is het gordijn dat je creëert door onder een continue functie ja, dat dicht te trekken. De oppervlakte die je op die manier creëert. Makkelijk te onthouden, vind ik, op die manier. Probeer dat in je hoofd te steken. Ik heb er een voorbeeldje van. Ja. En ik neem een heel eenvoudig voorbeeld. Hè. Ik neem een voorbeeld, heel expres, waar we opnieuw gewoon rechtlijnige stukken hebben. Dus dat we makkelijk kunnen rekenen. Ja. Dus ik heb deze functie. Ik denk ook dat ik een functievoorschrift heb. F van t is 2t plus 3. Ja. Ik neem als ondergrens 0. Dus mijn a is gelijk aan 0 op de tekening. De x is variabel, hè? Dat zien we. Dat is duidelijk. Oké. Okay. Ik wil die gordijnfunctie gaan berekenen. Dat is dus bij mij f0x. Die 0 die duidt op de ondergrens. Hè? Dus f, ondergrens 0, bovengrens x. Dus dat is die oranje oppervlakte op mijn tekening. Die wil ik berekenen. Ik wil daar een formule voor kennen. Maar kop, dat is een formule die afhangt van x. Hè? Want x is variabel. Herinner u, x kan heel klein zijn... tot en nul liggen, en x kan ook groter en groter worden. Ja, dat is duidelijk, maar je kunt dat blijven toetrekken, en dat loopt eigenlijk oneindig door. Ik wil een voorschrift voor die f0x. We gaan dat voorschrift berekenen. Hoe moeten we dat doen? Wel, het is een oppervlakte, ik heb een positieve functie gekozen, dat is makkelijk.
Dus met andere woorden, welke soort figuur staat daar? Wat is dat voor iets? Hoe noemen we dat oranje stuk in de meetkunde? Trapezium. Dat is een trapezium. Ja? Dus oké, we moeten, dat is toch te doen, hè? We moeten op zoek gaan naar een formule voor de oppervlakte van een trapezium, van dit trapezium. Ja, maar op een trapezium is eigenlijk gewoon een driehoek met een rechthoek erbij. Maar er bestaat ook een formule voor de oppervlakte van een trapezium. Kennen jullie dat nog? Dat is zoiets dat minder goed... Grote basis... Ja, zeg maar hoor. Grote basis, maar kleine basis gedeeld door 2. En zonder hoogte, of nee, en zonder hoogte, dat klinkt wel raar. Nee, grote basis, maal kleine basis, nee, grote basis plus kleine basis maal hoogte gedeeld door 2. Zeer goed, Victor. Knap. Dus we gaan dat doen, hè. We gaan die berekenen. Dus eigenlijk, wat moet ik berekenen? Ja, de integraal, kijk naar uw formule. De formule voor de integraalfunctie is integraal tussen 0 en x van de functie f van t, maar bij mij is dat dus gewoon de oppervlakte van dat trapezium. Ik heb de formule voor oppervlakte trapezium daar even bij gezet. Voor degenen die het kwijt zijn, kleine basis plus grote basis maal hoogte gedeeld door 2. Oké? Okay? Gaan we dat doen? Wat is de kleine basis? Drie. Juist. Wat is de grote basis? De kleine basis is 3. Dat is juist. Wat is de grote basis? Nou, is het niet variabel? Ja. Je hebt gelijk. De grote basis is variabel. Dus geef mij een formule voor de grote basis die afhangt van x. 2x plus 3. Zeer goed. Oké. Okay. Dus de kleine basis is 3. De grote basis, straks komt het. Hè. Het wordt geprojecteerd. De grote basis is 2x plus 3. Wat is de hoogte? Ook variabel. Juist. Heeft mijn formule. Gewoon x. Gewoon x. Zijn we akkoord? Dus het is dit. Kleine basis is 3. Grote basis is 2x plus 3. Maal hoogte is x gedeeld door 2. Oké, okay. En dus dat sterretje verwijst naar de oppervlakte trapeziumformule. Oké, okay. Ik ga dat uitrekenen. Ja, gewoon even vereenvoudigen, dat is niet moeilijk. En ik kom tot dit. X kwadraat plus 3x. Dat is niet moeilijk, hè? Dat is gewoon de haakjes uitrekenen. Wie doet een geweldige vaststelling? Geweldig. Afleiden. Sorry? Afleiden. Van wat? Ja, leg uit. Leg uit. Iets, oh, nee. Iets. 2t plus 3. De afgeleide van 2t plus 3? Zeg het je juist. Zeg het je helemaal juist. Nu heb je gezegd de afgeleide van 2t plus 3. Ja, die is 2. Nee, van x kwadraat plus 3x. Oké. Dit is toch enorm opvallend. Als je x kwadraat plus 3x afleidt, dan heb je 2x plus 3. Ja, vervang je t door x en heb je gewoon die formule f. Dus met andere woorden, als ik die integraalfunctie afleid, dan heb ik f van x. Kleine f van x. Eigenlijk moet je nu... Moet je niet meteen werken? Waarom merk je nu al met x en niet meteen? Gewoon omdat ik dat... Hier zie ik dat, hè. Dus hier zie ik x kwadraat plus 3x. Als ik dat afleid, heb ik 2x plus 3. Zijn we akkoord? Ja, daar staat 2t plus 3. Dus wat moet ik dan schrijven om het juist te maken? F van x. Zo is het juist, hè. Zoals het hier staat, is het perfect, hè. Want dan heb je links x en rechts x. Eigenlijk moet je nu allemaal van je stoel vallen, hè. Het gebeurt niet. Maar eigenlijk zou je moeten allemaal letterlijk van je stoel vallen. Omdat dit is toch een bizar resultaat opeens. Ja, degene die heel goed mee zijn, die hebben misschien doorgehad de afgelopen week dat het begrip afglijden wel eventjes gepasseerd is. Ik kan je een voorbeeld geven. We hebben gesproken over snelheid en afglijden weg. Je zou nog moeten... Wat heeft afglijden daarmee te maken? Weten jullie dat? Snelheid en afglijden weg. Bij fysica had meneer ook al gezegd dat de integraal eigenlijk het omgekeerde is van de afgeleide. Voilà. Kijk, ja. Het was al verklapt. Jammer dat dit verklapt heeft. En inderdaad, de snelheid is de... Afleiden van de afleiden weg. Dus dat is toen gepasseerd, maar ik heb daar niets over gezegd. Hè. Ik heb daarover gezwegen. Hè. Ik heb gezegd van, ik ga daarover zwijgen. Maar nu zien we dat. Hè. Nu zien we dat. Als we gaan willen integralen berekenen, mensen, dan gaan we moeten het omgekeerde van afleiden doen. Zo blijkt. Ik heb het hier gedaan. Hè. Ik heb die integraal berekend. En ik kom tot de conclusie, als ik die integraal wil berekenen, dat ik blijkbaar deze functie, ja, dat ik niet moet afleiden, maar het omgekeerde doen. Ja.
Een heel interessante en hele mooie vaststelling, die ons meteen ook een efficiënte techniek zal geven. Hè. En nu komen we daartoe. Hè. Dus nu weten we min of meer wat we gaan moeten doen. Hè. Natuurlijk, mensen, je moet toegeven, dit is dus die hoofdstelling. De hoofdstelling van de integraalrekening. Ja, wat zegt die hoofdstelling mij? Je hebt een continue functie nodig. Pas op, die continuïteit is belangrijk. Ik heb dat daar weer in het vet gezet. Hè. Dat is belangrijk. Ja. Die grote FA, dat is die gordijnfunctie. Weet je nog? Dat is die gordijnfunctie. Maar dat hebben we nu gezien. Als je de gordijnfunctie afleidt, dan krijg je de oorspronkelijke functie. Net gezien in dat voorbeeld. Hè. Dat klopt. Hè. De grote ontdekking, waardoor dat jullie allemaal samen van je stoel bent gevallen. Hè. Ik heb het niet gezien, maar ik heb het even gedroomd dat je allemaal van je stoel gevallen zit. Zo'n mooie stelling schreeuwt. Om een bewijs. Schreeuwt om een bewijs. Schreeuwt om een bewijs. Echt waar. En het is een bewijs dat je moet kennen. Ik kan meer zeggen, het is een bewijs dat ik vaak ondervraag op het examen. Heel vaak. Niet altijd, maar vaak. Omdat het zo belangrijk is. Het staat ook in je leerstofoverzicht. Hè. Je zult zien in je leerstofoverzicht, bewijs van de hoofdstelling, ook de formulering van de hoofdstelling, moet je kennen. Gaan we doen. Dat is even verwerken, hoor. Dat is een hele slide vol. Er is een vraag? Ja, maar ik heb het al opgelost. Okay. We gaan het bewijzen. Nu, hoe gaan we dat doen, dat bewijs? Hoe is dat opgebouwd? Ja, zorg dat je dit goed snapt, hè? Dat je dat niet klakkeloos van buiten gaat leren straks. Hè? Ja, zorg dat je goed snapt waarover het gaat. Het is heel mooi opgebouwd. Het is ook niet zo lang. Het zit heel goed in elkaar. Maar wat moeten we doen? We moeten uiteindelijk een afgeleide gaan berekenen. Hè? Zie je dat staan? FA accent X. Nu, een afgeleide berekenen, mensen, dat is eigenlijk een formule die we kennen. Ik heb daar rechts, je ziet mij daar rechts bezig, herinner. Dan ga ik even de formule voor afgeleide terug onder stof halen, want dat zit even weg waarschijnlijk. Wie weet dan nog? Wat is een formule voor de afgeleide F accent A? Hoe gaat dat, de afgeleide? Weet je dat nog? Er is daar een limietdefinitie van. We hebben die al vaak de revue laten passeren, hè? Afgelopen semester. Fx min Fa gedeeld door x min a. Oké, dat is de gemiddelde verandering. Dat is juist. En wat moet je daarmee doen met dat getal? Ja. Ik mis een belangrijk begrip. De limiet. Ja, de limiet nemen voor x naar a. Ja, juist. Hè? Dus met andere woorden, dit kennen jullie allemaal. F accent a is de limiet van f van x min f van a op x min a voor x naar a. Dat is de klassieke definitie. Oké, ik ga deze definitie toepassen, uiteraard, hè, omdat ik moet beginnen links. Hè, ja. Natuurlijk, bij mij is... Kijk nu goed mee, hè, want dat is even goed kijken. Kleine f is bij mij grote fa. Juist, hè. Kleine a is bij mij gewoon x. Zie je dat? Dat klopt, ja. En, dat is misschien een beetje bizar dat ik dat op die manier ga doen, maar ik ga in plaats van x in dit verhaal, dus hier heb ik de x staan, hier, deze x, daarvoor neem ik nu x plus delta x. Dus, maar eigenlijk komt er op hetzelfde neer. Hè? Eigenlijk komt er op hetzelfde neer. Als je kijkt naar de oorspronkelijke definitie, dit is de oorspronkelijke definitie, dan is uw a vast en ga je naar x. Ja? En wat ik nu doe, in mijn definitie, is zeggen van x is vast en ik ga een klein beetje opschuiven naar x plus delta x. Dus ik tel er gewoon bij die x een kleine verandering delta x op. Die delta x is trouwens een symbool dat we goed kennen vanuit de integraalrekening. Hè? We hebben dat nu al een paar keer ontmoet. Die delta x, weet je nog, dat was zo de breedte van een deelintervalletje. Dus ja, het is hetzelfde zijn. Hè? Links zeg je, ik ga van x naar a. Ja, dus op die manier. En hier zeg je, ik ga van x naar x plus delta x. Dat komt op hetzelfde neer. Oké. Okay. Dus wat gaan we nu doen? We gaan dit onthoud ik gewoon even. Hè? We hebben dat beet en nu gaan we dat toepassen. Dus ik heb dat nu gedaan. Hè? Dus fa accent x, ben begonnen. Dat is de limiet voor. Kijk nu goed. Ja, als x naar a gaat, dan wil dat eigenlijk zeggen dat bij mij x plus delta x naar x gaat. Ja, je moet dat iedere keer zien. Het is links x gaat naar a, rechts x plus delta x gaat naar x. Dus dat wil eigenlijk zeggen gewoon delta x gaat naar 0. Snap je? Dat klopt ook. Hè? Je komt dichter en dichter bij je waarde, bij je vaste waarde x. Daar komt het op neer. En dan heb ik gewoon alles ingevuld. Dus fa x plus delta x, mijn fa x op delta x. Hè? Het verschil tussen x en a is bij mij dus delta x. Met die nieuwe notaties is dat gewoon delta x. Dus, kortweg, wat doe ik hier? Dat is gewoon de limietdefinitie van afgeleiden. Voor alle duidelijkheid, mensen, dat blauw hier dat hier staat, als ik dat nu zou vragen op het examen, ja, om dat te bewijzen, dan moet dat blauw niet vermelden. Hè. Dat is niet nodig. Hè. Dat mag je weglaten. Hè. Ik bedoel, hè, dat is gewoon voor jullie als gestudeerd, van waar komt dat?
Ja, dat is gewoon de limietdefinitie voor afgeleide. Ja? Gewoon een beetje herschreven. Hè? Je gaat de dingen anders noemen. Daar komt het op neer, maar meer is dat niet. Ja? Dus je mag meteen je bewijs hier starten. Dus het blauwe mag je gewoon laten vallen, hè, wat mij betreft. Dus je hebt dan dit. Dat is gewoon de limietdefinitie afleiden. Pas op, verklaringen moeten erbij. Hè. Die zijn belangrijk. Oké, we gaan daarmee rekenen. We gaan aan de slag. Deze limiet moet ik uitrekenen. Nu, hoe moet ik dat doen? Wel, ik heb natuurlijk een formule voor fa x plus delta x. Hè. Dat staat hierboven. Zie je dat hier? Dat staat hierboven. Dus dat betekent, dat is een integraal van a tot waar? Tot ja, x, maar in dit geval x plus delta x, van de functie f. Klopt, hè? Min, en dan deze, fax, dat is de integraal tussen a en x van f, en onderaan staat delta x. Dus wat heb ik hier gedaan? Was de verklaring voor deze stap. Ik heb gewoon de integraalfunctie toegepast. De definitie van de integraalfunctie. En ze staat erboven, hè? Dat is makkelijk, hè? Ik bedoel, ja, je ziet ze gewoon staan, het is gewoon maar over te schrijven. Maar kop, ik voeg geen veranderlijke toe. Dus ik moet geen gedoe met d, t of dx, dat is niet nodig, want ik laat de veranderlijke bij f weg. Ik mag dat doen, dat is geen enkel probleem. Dat maakt het iets eenvoudiger, vind ik. Oké. Nu is het aan jullie. Want dit is de opstart, eens even kijken. Hè, van hoe doe je dat? Limietdefinitie, integraalfunctie. Ik zou willen optaalbaarheid toepassen. Optaalbaarheid van de integraal. Ja, meneer, dat gaat niet, hè, want daar staat een min. Hoor ik u denken. Oké. Hoe los ik dat probleem op? Omdraaien. Wat doe je met omdraaien? Wat gaan we omdraaien? F naar A. Die x, ja, integraal van x naar A. Ja, dat zeer goed. Perfect. Dus dat is een heel eenvoudige stap. Ik ga van die min een plus maken. En ik mag dat doen als ik gewoon de integratiegrenzen wissel. Oké? Dus ik heb dat gedaan. Omkeren van de integratiegrenzen. Dat is gelukt. Nu ga ik de optaalbaarheid toepassen. Ik beweer dat je de teller kunt herschrijven tot één integraal. Jullie geven mij de ondergrens en de bovengrens. De teller is één integraal. Wat is de ondergrens en wat is de bovengrens? Twee keer a. Nee. Dan heb je dat verkeerd toegepast, hoor. Ondergrens is x plus delta x en bovengrens is x. Nee. Ook verkeerd toegepast. Is het niet van a tot a? Nee. Ai, ai. Allee, je laat u allemaal vangen. Het enige dat je moet doen, is die twee keer omdraaien. Hè? Schrijf een keer... Allee, ik heb dat nu niet gedaan op de slide, moet ik toegeven. Maar wat je moet doen, is gewoon die twee omdraaien. Dus zeggen van, ik schrijf eerst de integraal van x tot a, en dan de integraal van a tot x plus delta x. Dat is natuurlijk hetzelfde. Dus ik herhaal mijn vraag. Eén integraal. Wat is de ondergrens? Wat is de bovengrens? Ik heb nog altijd geen juist antwoord. En x tot x plus delta x. Ja, juist, juist. Kijk, de bovengrens van die is de ondergrens van die. Dus als je het helemaal voor jezelf duidelijk wil maken, dan moet je heel deze integraal daarvoor gaan schrijven. En dat is natuurlijk hetzelfde, hè? Je mag dat doen. Hè? Dat is gewoon twee getallen van plaats wisselen. Hè? Dus 3 plus 4 is 4 plus 3, hè, mensen. Dus dat mag. Hè? Je mag dit gewoon daar schrijven. En dan zie je het misschien beter. De bovengrens van die is de ondergrens van die. Dus er is één integraal, namelijk van x tot x plus delta x van de functie f. Gedeeld door delta x. Oké, okay, we zitten hier. Akkoord? Dus wat hebben we gedaan? Ja, die laatste stap, verklaring, optaalbaarheid. Hè? Dus de limietdefinitie, integraalfunctie, omkeer integratiegrenzen, optaalbaarheid. En nu komt het. Nu komt het. Maar ik hoop dat we nu, stel je nu voor, ik heb je altijd gezegd van, de limietberekening is gewoon delta x invullen. Hè? Doe dat maar een keer. Wat bekom je dan? Je zou misschien zeggen van, voor gewoon delta x zijn. Hè? Delta x is, gaat naar 0, dus voor gewoon 0 in. Wat bekom je dan? Als je delta x vervangt door 0. 0 over 0. Ja, maar je krijgt de integraal van x tot x. En die is 0. En onderaan krijg je ook 0. Dus we zitten vast, hè. We moeten vereenvoudigen.
Ik hoorde u denken, we moeten een vereenvoudigd voorschrift hebben. We moeten vereenvouden. Oké, we gaan dat doen. Kijk goed. Ik ga naar... Dit tekeningetje kennen jullie. Dit doet mij denken aan de middelwaardestelling. Zes daar, de middelwaardestelling. Waarom hebben ze gezien, meneer? Hierom. Kijk goed. De integraal tussen x en x plus delta x, dat is die oranje oppervlakte. Ben je akkoord dat we hier de middelwaardestelling kunnen op toepassen, want de functie is continu. Dus er bestaat een c. Ze ligt hier zelfs mooi in het midden. Hè? Dat maakt niet uit. Hè? Maar goed, ik heb daarvoor gezorgd, maar dat maakt niet uit. Je weet dat ze niet mooi in het midden liggen. Maar het is zo. Die oppervlakte zijn gelijk. Er bestaat een c. Zodat de oppervlakte in het oranje gelijk is aan de oppervlakte van die gestreepte rechthoek. Zijn we akkoord? Ja, hè? Geef mij een formule voor de oppervlakte van die gestreepte rechthoek. Wie probeert? Kijk naar de tekening. Geef mij een formule voor de oppervlakte van die gestreepte rechthoek. Delta x maal c. Nee, niet delta x maal c. Dat is niet juist. Delta x maal f van c. Dat is wel juist. Dank u wel. Dus ik pas die stelling toe. Hè. Dus er bestaat een c in het interval x, x plus delta x gelegen. Zodat de integraal tussen x en x plus delta x van de functie f van c maal delta x is. En wat kan ik nu doen? Dit vervangen. Zie je dat? Ik ga dit, die toepassing van de middelwaardestelling, er staat hier tussenwaardestelling, dat komt op hetzelfde neer. Hè? Ja. Ik ga dat inpluggen hier in mijn bewijs. Dus ik ga deze integraal vervangen door f van c maal delta x. Juist, hè? En wat gebeurt er nu? Delta x valt weg. Delta x valt weg. Ik kan vereenvoudigen. Dus ik bekom gewoon dit. De limiet van f van c voor delta x naar 0. We zijn er bijna, hè, mensen. We komen dichter en dichter bij waar we moeten uitkomen. Hè. We moeten gewoon f van x uitkomen. Hè. We zitten dicht, hè. Maar we zijn er nog niet helemaal. Nu, laten we goed kijken. Wat staat er hier nu nog? De limiet van f van c voor delta x naar 0. Eerst en vooral, kijk eens naar deze tekening hier. Hier, onderaan. Als delta x naar 0 gaat, dus dan komt die bovengrens hier dichter en dichter bij x. Wat gebeurt dan met die c? Als ik die bovengrens opschuif. Herhaal een keer, ik heb het niet gehoord. De c zal ook opschuiven naar links. Naar? Links. Ja, en tot welk punt? Nee. Naar x. Zijn we akkoord? Als delta x naar 0 gaat, dan schuift die bovengrens op. Die ondergrens blijft liggen. Maar die c die ligt daar altijd tussen. Dus die c die schuift mee op. En die gaat uiteindelijk naar x gaan. Dus ik kan eigenlijk schrijven, de limiet van f van c voor delta x naar 0 is hetzelfde als de limiet van f van c voor c naar x. Dat is hetzelfde. En waaraan is die laatste limiet gelijk? De limiet van f van c voor c naar x. Dat is f van x. Ja, die laatste verklaring hebben we gehad. Dat is gewoon f van x. Kan er mij iemand zeggen waarom dat zo is, die laatste stap? Omdat je gordijn eigenlijk aan het openschuiven bent. Nee. Waarom? Ik zal mijn vraag heel concreet stellen. Hè. Limietberekening, we hebben dat vorig jaar gezien, limietberekening is soms gewoon de functiewaarde uitrekenen. Bij welk soort functies? Bij welk soort functies is de limietberekening eigenlijk gewoon de functiewaarde uitrekenen? Continu. Juist. Pas op, die voorwaarde is belangrijk, mensen. Die moet erbij. Zie je? En we hebben die continuïteit. Het is gegeven, hè, dat die functie continu is. Dus kijk je daar. We hebben ze nodig. Hè. En ik heb mijn bewijs staan. De afgeleide van die gordijnfunctie, dat is mijn oorspronkelijke functie f van x. Dat is een prachtig bewijs. En als je erover nadenkt, ja, ik ben begonnen met mijn middelwaardestelling. Hè. Je ziet waarom. Hè. Ik heb ze nodig. Hè. Dus dat zit, alles zit erin. De optaalbaarheid. Ik heb u gezegd, optaalbaarheid is belangrijk. Ik heb ze nodig. Grenzen wisselen. Ik heb het nodig. Limietdefinitie. Weet je wat een afgeleide is? Ik heb het nodig. Dit is de mooiste samenvatting van Hans Huyn derde graad, vind ik. Hij gaat nu zeggen, ja meneer, jammer van het tweede semester dan. Hè? Ja, ik weet het. Zwaar. Maar dit is eigenlijk het schoonste bewijs van de derde graad. Wat mij betreft. En je moet het dus ook kennen, hè, mensen. En pas op, hè, ik ben daar... Allee, als ik dat vraag, dan is dat makkelijk 8, 9, 10 punten waard. Hè? Ja, maar alles moet erin staan. Hè? Alles moet erin staan. Hè? Moet niet zeggen van, jullie, die middelwaardestelling... Ik ga dat weglaten, hè. Ja, dan verliest hij 5-6 punten. Naam van de punten zeg ik niet. Maar dat is belangrijk. Meneer, ja. Moet dan niet zo die toepassing TWS erbij zetten?
Hij moet, zoals die staat. Zoals die staat, Victor. Het moet zijn zoals die staat. Het moet natuurlijk zijn. Hè? Die functie moet je dan ook gaan tekenen. En... Natuurlijk. Maar Victor, als jij dat niet wilt doen, moet je het niet doen. Hè? En dan ga je je punten halveren. Dat is de volg. Dat is uw keuze. Dus op dat daar moet je heel die dia opschrijven. Ja, eigenlijk komt het daarop neer. Gewoon omdat het zo mooi is. Het is zo belangrijk. Je moet dat kennen. In een 6 uur wiskunde, 6e jaar, moet je dit gezien hebben. En weten hoe dat werkt. En pas op, leer het niet gewoon van buiten, hè, mensen. Leer het niet gewoon van buiten. Hè. Zorg dat je het snapt. Hè. Want ik stel ook vragen die pijlen naar, snap je het nu eigenlijk wel. Moet je dat heel ook opgeven? Dat is de stelling zelf. Die ga je, als ik u vraag om de stelling te geven, dan ga je dat ook moeten kunnen, uiteraard. Ja. Dus zorg dat je ze kent. Ja. Meneer, maar hoe ga je van die derde laatste stap naar die voorlaatste stap? Van delta x naar 0 naar, voor c naar x, deze stap? Ja. Ja. Oké, okay, geen probleem. Nog een keer uitleggen. Kijk nou goed naar deze tekening hier. Hier onderaan. Jullie zien toch mijn muis zo bewegen, hè? Ja, hè? Stel ik? Oké. Okay. Ja. Als delta x naar 0 gaat, wat gebeurt er? Dan gaat die x plus delta x dichter en dichter bij die x komen. Maar die c die ligt daartussen. Dus die c gaat ook dichter en dichter bij x komen. En dat is wat er staat. Die delta x naar 0, dat betekent eigenlijk c gaat naar x. Het staat hier ook bij, hè? Als delta x naar 0 gaat, dan gaat c eigenlijk gewoon naar x. Dus je kan dat gewoon vervangen. Delta x gaat naar 0, dat betekent hetzelfde als zeggen c gaat naar x. Snap je? Oké, prima. Ja, oké. Mensen, we zijn er. Nu zijn we er bijna. Ik wil nog één ding doen, en dan zijn we er vanaf. Ik had u gezegd bij het begin van deze les, we wensen een efficiënte manier om integralen te berekenen. Juist, hè? Nu hebben we door dat we moeten het omgekeerde doen van afleiden. Geef toe, dan hebben we door. Nu moeten we alleen nog de puntjes op de i zetten, hè, van hoe werkt het nu precies? Ja, hoe werkt dat nu precies? Ja, en dat is het laatste, hè, voor vandaag. En dan zijn we er, hoor. Dan kunnen we volgende week oefeningen maken. Eerst en vooral, we gaan dat eerste keer doen, ja, dat omgekeerd afleiden. Want dat is voor jullie in het begin, voor iedereen, voor mij ook nog altijd, hè, altijd wel een hersenkronkel. Hè. Je moet niet alleen je afleiden formules kennen, maar je moet ze dus eigenlijk ook omgekeerd kennen. Ik zal u een voorbeeld geven. Cosinusfunctie. Bestaat er een functie grote f, zodanig als je grote f afleidt dat je de cosinus hebt? Voorstel? Sinus x. Ja. Dat is de sinus, hè. Dat klopt, hè. Nu, dat is niet de enige, beweer ik. Het is niet de enige, maar ik ga er direct bij zeggen, je mocht flauw doen. Min sinus x? Nee. De afleiden van min sinus x... Gewoon tot de eerste. Sinus x tot de eerste, dat staat al sinus x. Hè? Maar hoe kom je aan de sinus x? Afleiden van sinus is toch cosinus? Klopt toch? Oh, ja, ja, ik vraag je om het omgekeerde te doen. Hè? Ik geef je de cosinus en ik vraag je welke functie moet ik afleiden om de cosinus te bekomen. Maar de sinus plus 1. Zeer goed. Dat is wat ik bedoel met flauw doen. Je mag er eigenlijk gelijkwaardige constanten bij tellen. Hè? Sinus x plus 1. Afleiden van sinus x plus 1 is cosinus x. Hè? Sinus x plus 2020. Afleiden van sinus x plus 2020 is cosinus x. Hè? Dus oppassen, dat is al een eerste heel belangrijk feit. Als we gaan omgekeerd afleiden, we gaan dat noemen primitiveren, dat is de goede naam, ja, dan gaat dat niet één resultaat zijn, maar dan ga je eigenlijk oneindig veel resultaten hebben. We gaan het iedere keer kunnen zeggen plus c, waarbij c een reëel getal is. Nou, dat is een beetje een oppassen daarmee. Hè? Nu, we noemen dat een primitieve functie. Dus dat proces van dat omgekeerd afleiden, dat gaan we noemen primitiveren. Dat betekent dat je de omgekeerde stap zet. Een primitieve functie, zo noemen we dat. Nu, wat is er een heel belangrijke vaststelling, want dat hebben we een beetje gezien. Dat is, als je er twee hebt, ja, dan zijn die eigenlijk gelijk op een constante na. Dus dat voel je een beetje. Hè. Ik bedoel, we hebben sinus x plus 10 bijvoorbeeld. Ja, het verschil tussen die twee, dat is 10. Dus die constante is dan 10 in dat geval. Je kunt niet een andere functie gaan uitvinden die als afgeleide cosinus heeft, behalve de sinus. Ja, het zal alleen de sinus zijn. Het enige dat je kunt doen, is een constante toevoegen. Dat is eigenlijk wat die stelling zegt. Of die eigenschap. Dat bewijs is, ik ga het geven, maar het is niet zo moeilijk. Dat moet je zeker niet, moet dat niet van buiten leren. Het is ook maar één zinnetje. Ja, als ik twee primitieven heb van eenzelfde functie, en ik pak het verschil van die twee en ik leid dat af, dan heb ik dit. Hè. Dan heb ik de afgeleide van de ene primitieve met de afgeleide van de andere primitieve. Dat is gewoon afgeleide van een verschil. Dat is geen enkel probleem. Maar de afgeleide van g... Ja, dat is kleine f. En de afgeleide van grote f is ook kleine f, want het zijn allebei primitieven van dezelfde functie.
Snap je? Dus als je die functies afleidt, dan heb je altijd kleine f. Maar f min f is natuurlijk 0, hè? Ja, dus dat weten we ook. Dus met andere woorden, g min f is een functie, als ik ze afleid, geeft ze als resultaat 0. Welk soort functie is g min f dan? Welk soort functie geeft als afgeleide altijd 0? Dat weten jullie, hè? Welke functie geeft als afgeleide gewoon 0? Welk soort functie? Eerste graadfunctie? Nee, hè? Is x zonder x constant? Een constante functie. Ja, een eerste graadfunctie niet, hè? De afleiding van 2x plus 3 is 2, hè? En niet 0, hè? Dus dat is een constante functie. Dus met andere woorden, g min f is gelijk aan een constante. Dus g is inderdaad gelijk aan f plus een constante. Dus hè? Dat is gewoon zeggen, als je twee primitieven hebt, dan zijn die eigenlijk gelijk op een constante na. Ja, dat bewijs moet je niet kennen, dat is niet zo belangrijk, maar goed, ik heb het toch even voor de volledigheid gegeven. We gaan nog die oefening maken, en dan ga ik stoppen. Ja, we gaan dan volgende week verder gaan met de effectieve... Ja, dus we hebben nog niet alles gezien in de puntjes, maar anders gaat het te lang duren, vrees ik. Doe een keer dit. Het is een oefening op wat we op deze slide doen. Dus ik heb de functie f gegeven met voorschrift 4x². En ik wil dat je de primitieve bepaalt, waarvoor f van 1 0 is. Dus het eerste dat je moet doen, is zeggen van, ik moet die functie 4x² omgekeerd afleiden. Dus ik moet een functie gaan zoeken die als afgeleide 4x² heeft. Wie kan mij zo'n functie geven? 4 gedeeld door 3 maal x tot de derde. Dat is perfect. Dank u wel. 4 gedeeld door 3 x tot de derde. Nu, we weten uit de vorige stap, nu moet je goed opletten, hè? We weten uit de vorige stap, dat dat niet de enige is. Maar dat je daar ja, eender welke constante kunt aan toevoegen. Dat is juist, hè? Dus dat wordt cruciaal voor jullie dat je dat beseft. Bij afleiden is dat niet zo, hè? De afleiden van een functie, dat is een uniek resultaat. Het omgekeerde is gedaan. Altijd plus een constant. Nu, de vraag is, ik moet die constante nog bepalen, hè? Misschien denk je, die is 0. Is die 0? Nee. Nee, die is niet 0. Want als die 0 zou zijn, dan voldoet die niet aan die voorwaarden. Dus ik wil dat die voorwaarde voldaan is. Dus mijn vraag is, dat is niet zo moeilijk om uit te rekenen. Wat is de juiste waarde van C? Min 4 gedeeld door 3. Ja, min 4 gedeeld door 3. En dat kun je gewoon uitrekenen. Hè. We willen dat f van 1 0 is, dus we vullen in. Dus 4 derde plus C moet 0 zijn. En ik heb mijn C. C is min 4 derde. Dus f van x is 4 derde x tot de derde, min 4 derde. Zie je? Dat is de manier waarop je primitieven berekent.